En bij ons Mike Punten, een van de organisatoren van Okidoki Dorp. Mike, Okidoki Dorp heeft hulp nodig. Okidoki heeft inderdaad hulp nodig. Afgelopen jaar hebben we intrek genomen in ons nieuwe onderkomen, waar wij het hele jaar door werken aan de decors, onderhoud van materialen. Waar we onze vergaderingen hebben, zijn we heel blij mee. Dat is het voormalige petankvereniging Clubhuis tegenover het Maasbouwcollege in Wijchen. En de afgelopen maanden is daar heel hard gewerkt door vrijwilligers, door sponsoren. De gemeente Wijchen heeft ons heel erg geholpen bij het betrekken van dat pand. We zijn bijna rond, maar het heeft wel heel veel geld gekost. Hoeveel? Dat durf ik zo niet te vertellen. Genoeg geld. We zijn heel erg geholpen ook in giften van sponsoren en subsidies van de gemeente. Maar we hebben nog een gat in de begroting. Een gat van 5000 euro. En dat gat willen we echt heel erg graag dichten. Ja, op welke manier willen jullie dat gaan doen? Volgende week zaterdag starten we met een donateursactie die 2 maanden door zal lopen tot en met Okidoki. Het idee is eigenlijk om onder de Wijchenaren bekend te maken dat dit probleem speelt. En dat we dat geld echt heel hard nodig hebben om Okidoki zoals elk jaar weer te kunnen presenteren voor de kinderen zoals we dat altijd doen. Ja. En wat staat er te gebeuren? Nou, aanstaande zaterdag, dat is heel erg leuk, starten we met een spelletjesdag in het dorp. Dus we halen eigenlijk een stukje Okidoki dorp, wat normaal natuurlijk in de week in augustus is, naar het centrum van Wijchen. En dan gaan we spelletjes spelen met de kinderen. Ja, en heb je het over spelletjes, dan denk je natuurlijk aan de spelletjesfabriek, hè, de speelgoedfabriek die er afgelopen jaar was. En aan dokter S. Spielmacher, hè, de enige echte, die heb ik bereid gevonden om ons te komen helpen. En bij ons Herr Spielmacher und Aurora, wat staat er nou eigenlijk precies zaterdag op 20 juni op de Maarten Wijchen te gebeuren? Ja, dat is een hele goede vraag, want Mike die had ons al gevraagd om te komen helpen. En ik had toevallig een uitvinding gemaakt en daarmee is het mogelijk om personages naar onze tijd te halen uit andere jaren van Okidoki. En ik heb dus Aurora hier naartoe gehaald. Ik ben daar een uitstekend voorbeeld van. Toyza heeft mij namelijk gevraagd om hem te helpen bij een computerspelletje van... niet Glacialis, maar Frozen! Heel goed, ja. Maar wie zijn er nog meer dan? Ja, dat zijn er een heleboel. Ik kan ze niet allemaal halen, denk ik. Backpacker komt volgens mij. Forst. Oh, Forst, ja. Forst. Kwam er niet ook iemand van jou? Cowboy komt natuurlijk ook. Dus dat wordt hartstikke leuk. En wat we gaan doen, is al wat Mike zei. We gaan allemaal spelletjes organiseren. Want ja, ik ben toch wel de persoon van de spelletjes. En wat wij gaan doen, is met al die kinderen die we afgelopen jaren al hebben gezien, gaan we allemaal leuke activiteiten doen. En hopelijk kunnen we dan wat een steentje bijdragen. Ja, en hopelijk ga ik alles winnen. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ja.